Hoe is het bij de spelers aangekomen, dit nieuws eigenlijk, Noah? Nou, het was natuurlijk ook wel een beetje de vraag, wie zouden ze naar voren schuiven, hè, bij die 1-op-1 interviews? Wie gaat hier nu zijn vingers aan branden? Nou, Benjamin Tahirovic moest dat gaan doen, die overigens vrij goed uit zijn woorden kwam en het ook wel goed kon verwoorden. Die zei ook best reëel, ja, it is what it is. Wat ik ook wel opvallend vond, is dat Stijn niet per se afscheid heeft genomen van de spelers. Hij heeft ook geen extra uitleg gegeven over dit ontslag. En het gaat natuurlijk heel veel, hè, over de inzet van de spelers van Ajax. Of dat misschien ook wel een beetje opzettelijk zou zijn. Nou, Maduro en Tahirovic zeggen, ja, het is een heel dun lijntje tussen ze geen inzet willen geven en geen vertrouwen hebben. Want dat is wel degelijk weg de afgelopen maanden bij de spelers van Ajax. En Tahirovic zei ook wel, ja, Maduro heeft wel eens nu al een nieuwe spark gebracht, die, ja, Stijn dus niet meer kon brengen. En ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben een uur naar de training van Ajax konden kijken. Het zag er goed uit. Veel energie, lachende gezichten, dat zegt natuurlijk niet alles. Resultaat moet uiteindelijk voor vertrouwen gaan zorgen. En dan is het natuurlijk wel, ja, zonde dat je in een week zit waarin je Brighton en natuurlijk zondag ook PSV gaat treffen. Maar de energie zat er goed in en in ieder geval een paar lachende gezichten. En dat is anders geweest de afgelopen tijd. Ja, blijft natuurlijk een vreemd verhaal dat hij voor de tactische keuzes eigenlijk aangetrokken is. Dat hij het tactisch plan altijd maakte. Weet je wat ik wel heel opvallend vind? Dat als de stront in de knikker is, is Berghuis er altijd bij betrokken. Mm-hmm. Dat is echt een vervelend jongetje in een groep. Dat was bij Feyenoord zo, met Dick Advocaat, die had er al moeite mee. Ja. En nu loopt hij weer te stoken achter de schermen en ook niet volledige inzet te geven. Hij was dit weekend niet heel erg scherp.